hartelijk welkom. Een hele goede avond of middag of ochtend, wanneer je dat ook luistert. Je luistert naar de grote sleutelhangers van Plastic Show. In deze podcast gaan we het hebben over sleutelhangers van plastic. In alle vormen, allerlei soorten, noem het maar op. Dat is genoeg om het over te hebben, dacht ik zo. Ja, en in deze aflevering, om met de deur in huis te vallen, hebben we aan de lijn Gerrit. Hey. En Gerrit, hi. En Gerrit, jij hebt een passie die ik ook heb. Ja. Vertel. Absoluut, absoluut. Ja, ik heb een enorme passie voor sleutelhangers van plastic. Dat is natuurlijk niets te vergelijken met sleutelhangers van stof of wat voor rotzooi, meuk het allemaal tegenwoordig. Maar het moet gewoon plastic zijn en dat weten we allemaal. En ik ben heel blij dat je deze podcast daarover bent gestart, want dan kunnen we dat gewoon ook uitdragen. En dat is belangrijk, dat mensen er meer van af weten. Want het is en blijft, er zit een taboe op, ik weet het. Ja. Maar de taboes zijn er om te breken, hè? Dat weet je. Ja. Nou, dat klopt, maar ik zat te denken, weet je, je zegt dat je deze podcast gestart bent. Ja. Daar ben ik ook blij mee, maar ik heb dus van tevoren gekeken of er al zoiets was en het was er gewoon nog niet, Gerrit. Niet. Dat verbaast mij dus zo, Gerrit, dat het er gewoon nog niet was. Nee, dat zie je. Ja. Dat is dus een taboe. Dat is het taboe wat dat doet. Ja. Dat taboe, het gaat ergens op zitten en het komt er niet meer af. En dat is wat wij nu doen. Dat is wat wij nu doen, Bernard. We zorgen ervoor dat mensen weten dat ze weten dat het bestaat en dat ze er gewoon naar durven luisteren. Ze durven kijken, geen probleem van maken, gewoon lekker van genieten. Niks aan Juist. De hand. Bernard. Zo is het, Gerrit. Nou ja, het mooie is, hè, wij delen die passie. Ik heb zelf in mijn omgeving helaas nog steeds mensen die daar niet aan willen. Het zij zo, weet je. Ik blijf zelf sterk daarin, maar ik respecteer het ook. Weet je, als mensen nog niet zover zijn, dan zijn ze nog niet zover. Nee, nog niet. Nee. En ik zie dan ook echt wel, nou, dat mensen bijvoorbeeld nog rondlopen met sleutelhangers van gehaakte sleutelhangers van stof. Och, ja, echt. Of echt de gekste materialen. Of, ja, ik zeg er ook niks meer van. Nee, ik zeg er gewoon niks meer van. En het is natuurlijk belachelijk dat ik me daar dan niet over uit kan laten. Maar wat je al zei, het taboe zit erop en dan gaat het niet af. Het ligt echt heel gevoelig. Ja, dat is het. Het ligt heel gevoelig. Bernard, net wat je zegt, het ligt heel gevoelig. En dat is ook, dat kun je ze ook niet kwalijk nemen. Nou heb ik in mijn omgeving, ik heb een beetje te doen hoor, maar in mijn omgeving is het, heb ik toch wel mazzel dat het, ik heb mijn vrouw sowieso, begin 2018 heb ik er wel aan de plastic sleutelhanger gekregen. Daarvoor, nou, dat heb ik natuurlijk weggegooid, maar dat weet ze niet. Maar daarvoor had ze zo'n ongelooflijk raar. Dat was zo vreemd ding, joh. Wat voor ding? Ja, dat sloeg nergens op. Maar dat deed zij aan de sleutels. En dat zijn meer mensen die dat doen. Nou, het gaat nergens over. Nee. En dat is, ik kan er niet bij met mijn hoofd. Maar er zijn wel meer dingen. Je leeft met elkaar in de maatschappij en je moet dingen van elkaar accepteren. Ja. Zo ja. is het, zo werkt het. Zo werkt het, ja. En niet anders. En als mensen het van andere materiaal, stof of wat je hebt van die diertjes van stof of zo. Ja, dan laten we het wel naar plastic houden. Hè? Ja, dat is waar. Je moet het wel, dat klopt. Ja, dat is voor heel veel reden hoor. Want, geen probleem. Ik heb geleerd dat als je nu een podcast begint en mensen zeggen tegen mij, hou het bij je onderwerp. Dus ik dacht, laten we het sowieso. Sleutelhangers van plastic is al, er is al genoeg over te zeggen, dus laten we het in ieder geval even gefocust houden op die plastic sleutelhangers. Ja. Nou heb jij meerdere acties opgezet. Jij bent heel, heel actief, hè? Jij bent heel actief met een soort. Vertel eens, wat een soort groepen of zo waar je in zit? Facebookgroepen? Dat is een Facebookgroep inderdaad. En daar zit, ik denk inmiddels wel al 17 mensen in, denk ik zo ongeveer, een beetje, waarschijnlijk ongeveer. En dat is gewoon gezellig. En je merkt ook dat mensen er mensen bij betrekken.
Hè? Dat mensen gaan het doorhebben. Mensen gaan het doorhebben dat die groep er is. Mensen gaan het doorhebben dat die dat hun familie erin zit, bijvoorbeeld. Okay. Dat is gewoon ontzettend hartverwarmend om te zien. Zeker. Ja, ik kan niet anders zeggen. Nee. Nou, dat is alleen maar heel mooi. En weet je, dat draagt ook weer bij aan de... ik kan het nog maar een keertje noemen. Het taboe weer doorbreken. Ja, dat gaat om in dit geval. Waar moeten we het... ik weet nog niet. Er staat zoveel op mijn lijst even te kijken. Maar in ieder geval... jij hebt sowieso... ben jij naar Den Haag geweest? Laten we het daar nog even over hebben. En dan... er is zoveel... voor de volgende aflevering, maar dat bewaren we even. Ja, je hebt zo hard je best gedaan in Den Haag. Je bent naar het Binnenhof gegaan. Ja. Je hebt ook gezegd van, jongens, zet dit nou eens op die agenda. Zet dit nou eens... Precies. Ja, want die prioriteiten, die liggen daar gewoon niet. En dat merk je toch echt keer op keer weer. Elke keer met de verkiezingen. Je ziet gewoon dat partijen daar gewoon niet mee bezig zijn. Allemaal andere dingen gaan voor, maar niet... Nul aandacht. Ze hebben het hier gewoon niet eens over. Soms gaat er een half jaar voorbij dat er überhaupt... geen aandacht aan wordt besteed. En daar heb jij genoeg van, hè? Mm-hmm. Ja. Nou ja, genoeg van... Ja. Soms snap ik het wel. Er zijn ook heel problemen en dingen. Maar ik vind... Ja, het is toch een stukje prioriteiten die je stelt. Dat is het. En dat is duidelijk, ligt dat niet hier. Nou, daar ga ik dan wat aan doen, weet je. Dan ga ik gewoon naar Den Haag. Dan ga ik gewoon... met die mensen van Facebook afspreken... Nou, dan ga je gewoon dingen op touw zetten. Hè, om maar eventjes in de verkeerde materiaalvorm te spreken. Oh, no. Maar ik weet even niet hoe ik het anders moet uitdrukken in plastic. Nee. Maar daar ga je in actie komen. Daar komt het eigenlijk op neer. En dat zal ik ook blijven doen. Dat zal ik blijven doen, Bernard. Ja, dat is mooi. Dat Doe is ook mooi. Mee. Doe ook gezellig mee. Ga lekker mee. Volgende keer... Wij gaan op 17 oktober... Ja, zo. Dat duurt nog een tijdje. Zo. Ja, we gaan op 17 oktober gaan wij weer naar Den Haag. Ja. Nou, dat is hartstikke leuk. We gaan een feestje maken. Neem absoluut al die sleutelhangers die jij hebt mee. Zeker niet. Zodat je kan laten zien en ook uitdelen van... Hè, als je mensen ziet die er wel klaar voor zijn... maar gewoon nog niet... Dus de middelen hebben, want dat is zo, hè. Het is eigenlijk een soort voedselbank ook voor sleutelhangers. Voedselbank voor sleutelhangers. Ja. En dat is de arme mensen, die moeten ook de kans hebben om zo'n sleutelhanger van plastic te dragen. Dat is, vind ik hoor, die kans moet je hebben. Of je nou arm bent of rijk, die kans moet je hebben. Zeker, hele mooie gedachte, Gerrit. Ik word er helemaal enthousiast van. Er zijn zoveel plannen, zoveel dingen te doen. Hartstikke bedankt. Voor nu laten we het hierbij. Ik wil je enorm bedanken voor het gesprek. De passie spat er vanaf. Dat is de bedoeling ook. We hebben een missie, we gaan ervoor. En, ik hoop je natuurlijk snel weer te spreken. En sowieso die 17 oktober... 17 zei? 17, ja, 17. Ja, oké. Okay. Nee, die gaan we sowieso in de agenda zetten. Goed zo, jong. En dan wil ik de mensen bedanken voor het luisteren. En je kunt bij ons dus aankloppen voor zo'n sleutelhanger. Als jij denkt, ik ben er klaar voor. Kijk. Kijk. Ik wil er zo heen. Nou ja, ik wil die stap wagen. Mooi. Dan willen we je daarbij helpen. Helemaal goed. Gerrit, nogmaals bedankt. En, graag gedaan, jong. Mensen, bedankt voor het luisteren. Hey, hi. Hi, Bernard. Hi.